Nou, als je natuurlijk op zoek wilt gaan naar beestjes, dan hoef je natuurlijk nooit zo ver te gaan zoeken. Ik zit hier in mijn eigen achtertuin en ik heb hier dus zojuist in het donker gewoon oorworm gespot. Het is een van de meest voorkomende soorten van Nederland. Natuurlijk behoren ze tot de familie van de oorwormen. Nou, dacht ik dus dat ze altijd dagactief waren, maar oké, daar gaat hij. Nou, hierboven zit er nog eentje. Nou, de gewone oorwormen is dus een van de meest voorkomende oorwormen van Nederland. Tot nu toe wist ik niet dat ze ook nachtactief waren. Het is met name een soort die van een vochtige omgeving houdt. Blijkbaar zijn ze niet heel erg van het licht, want ze kruipen gelijk weer heel erg snel weg. Helaas blijven ze niet heel erg lang zitten, want ze kruipen best wel snel weg. Zeker als ik het licht op ze schijn, hier zit er nog eentje. Dus helaas ga ze niet langer lastigvallen. Wel heel bijzonder om ze te zien. Het is een tijdje geleden dat ik weer oorwormen heb gezien. Dus zeker geslaagd. Nou, dat liep niet helemaal volgens plan. Dus ik had wel verwacht dat ze iets langer zouden zitten. Alleen helaas hadden de oorwormen zo'n andere plannen. En vonden ze het licht blijkbaar niet heel fijn. Kropen ze ook snel weg toen ik de lamp opschijn. Ik heb wel een paar mooie beelden kunnen maken waarbij ze 19 of 20 seconden stilzitten. Nou ja. Je kan hem natuurlijk helaas niet dwingen. Wel was het zeer interessant om te zien dat oorwormen zelf ook nachtactief waren. Ik wist dat zelf namelijk niet. Ik dacht dat ze alleen overdag een beetje actief waren onder de boomstammen en 's nachts zouden slapen of zo. Goed, maar goed. Ook ik leer natuurlijk elke keer weer bij als ik iets nieuws zie. Dus, en dat is natuurlijk altijd het leuke van de natuur, vind ik. Weet je, je leert elke keer weer iets nieuws bij.